Het is zo fantastisch mooi. Echt. We zijn ervan aan het genieten. Het is de eerste avond van het Grachtenfestival weer dit jaar. Ja, geweldig. Zoals u ziet, ik ben hier vanavond niet alleen. Al deze mensen achter mij komen luisteren naar de 18e versie van het Grachtenfestival. Of het droog blijft is nog maar de vraag, maar de stemming zit er al goed in. Vanmiddag waren we hier al voor de voorbereidingen. Mirjam, kun je mij vertellen wat er nu gebeurt achter ons? Achter ons? Heel veel. En iets heel erg spannends, want dit is de opbouw van de openingsconcert van het Grachtenfestival. 18e editie 2015. Ik ben echt zo blij als een kind, want er komt echt een geweldige opening met een geweldige line-up. Een soort staalkaart van het Grachtenfestival. Aan één sluit het de meest geweldige muzici, allemaal geregisseerd door Jorinde Keesmaat, geweldige regisseuse. En het wordt geweldig. En nu is dit jaar het thema expeditie. Ja, de muzici die hebben de opdracht gekregen om een programma samen te stellen wat te maken heeft met expeditie. We hebben ze ook af en toe makkelijk gemaakt omdat we geweldige locaties hebben die heel erg te maken hebben met expeditie. Bijvoorbeeld de stelling van Amsterdam. Dat is een oude verdedigingslinie van 135 kilometer rondom de stad. En er zijn ook een aantal locaties in de stad die te maken hebben met die stelling. Waaronder het Amstel Hotel bijvoorbeeld. Dat was tijdelijk kantoor van de hoofdcommandant van de stelling van Amsterdam. Dat is heel interessant. Maar bijvoorbeeld ook Vuurtoren Eiland. Hele bijzondere plek. Echt, je hebt het gevoel dat je in the middle of nowhere bent. En plotseling staat een saxofoonkwartet. Een programma te spelen wat te maken heeft met oorlog en vrede. En heel erg mooi samengesteld. Nou, zal het natuurlijk heel erg moeilijk kiezen zijn met al die mooie optredens die we zullen gaan zien. Je mag het er niet zeggen, maar waar kijk je stiekem toch het meeste zelf naar uit? Ik kan niet. Nee, ik kan oprecht niet antwoorden. Ik ben echt van de kleinste HTD tot de grootste operaproductie in Tuschinski hier. Wat hier allemaal in het Compagnietheater hier gaat gebeuren. Ik ben bij elk concert even nieuwsgierig en ik vind het allemaal één grote highlight. En ik geen woord aan gelogen. Thomas, ik heb gehoord dat je hebt carte blanche gekregen van het Grachtenfestival. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat ik een compositie mocht schrijven en helemaal zelf invullen wat voor compositie dat werd. En ik heb gekozen voor een pianokwartet. Dat stond al langer op mijn verlanglijstje. Dus dit was een uitgelezen kans om dat eindelijk te maken. Het Grachtenfestival thema is natuurlijk dit jaar expeditie. En dan zou je zeggen, wat heeft dat in godsnaam met een pianokwartet te maken? Niet zoveel, inderdaad. Pianokwartet is natuurlijk bij per definitie absolute muziek. En nu kwam alles bij elkaar omdat een heel mooi Gregoriaans thema, wat ik ook al een hele tijd wilde gebruiken, is Ave Maris Stella. Oftewel Star of the Sea. Star of the Sea is een ster van de zee, een zeeheld, geen zeester. En dat zou je dus ook kunnen zien als een held op zee, een zeeheld. Eenzame expeditie en dat hele mooie thema is een Maria-hymne die symbool staat voor Maria als baken, als verre ster voor die hele eenzame zeelui. Dus dat heb ik allemaal verwerkt in dat pianokwartet en zo komt dat toch allemaal mooi bij elkaar, denk ik. Ave Maris Stella waar je het over had net, hoe klinkt dat als jij dat onder de douche zingt? Nee, dat ga ik niet doen. Sorry. Leuk geprobeerd. Dat is een hele lange Gregoriaan. Sorry maar. We hebben jou heel sportief zien rondrennen net. Waarom is dat? Ja, dan gaat hier vanavond het festival geopend worden. Dus we zijn heel druk hier met alles opbouwen. En dat moet allemaal klaar zijn voor 6:00. Eigenlijk gaat het gewoon allemaal best wel goed. Ja. Nou, hou eens op. Ik zie gewoon iedereen zo hard werken. Het is gewoon zo fijn. Ja, de avond is eigenlijk een heel mooi palet van alle genres en stijlen die wij hebben. We hebben de dames van de staande ovatie die nu gaan spelen, terwijl ik het erover heb. We hebben een hele mooie voorstelling waarin zij boksvrouwen zijn. En ze hebben speciaal voor deze voorstelling zichzelf helemaal opgepompt. Dus ze zijn heel sterk nu.
En zij gaan hier op straat met elkaar vechten. Maartje, jij speelt een hele grote rol in het grappig van. Nou. Ik ben veel te zien, ja, absoluut. Ik heb veel te doen. Zoals wat? Vanavond openingsconcert. Morgen en overmorgen de telefoon. Op zondag ook nog ergens een gastoptreden, maar ik mag niet zeggen waar. Dus dat moet je maar raden. En dan maandag, dinsdag, woensdag Be With Me Now in Tuschinski. Dan woensdag ook de avond van de Grachtenfestivalprijs, waar ik genomineerd ben. En het zijn ook hele verschillende voorstellingen, toch? Enorm, ja. Want de telefoon is heel toegankelijk en recht door zee. Het is echt een romantisch mini-operaatje. En Be With Me Now is juist heel groot. Multimedia ding, heel experimenteel, volledig nieuw, dus het kan niet verschillender. Ja. My train leaves in an hour. Oh, I'm so sorry. But before I go, I would like to ask you something. Yes, dear. Hoe is het hier vanavond? Oh, geweldig, het is zo fantastisch mooi. Echt, we zijn ervan aan het genieten. Het is de eerste avond van het Grachtenfestival weer dit jaar. Ja, geweldig. Oh, I cannot come tonight. No, my dear, I'm not feeling very well. Where? I wish I could be there. I'm afraid I must not. Do you like the music? I do, yes. Was it planned that you came here? No, it wasn't planned. It was just passing by, so it was a good surprise. So you might come back to listen to other concerts? Of course. I don't speak Dutch, maybe he can... Well, you can still tell me if you enjoy the music. Yeah, I'm definitely enjoying the music, yeah. Being outside and it's different than usual, maybe indoor music festivals. Uw zin vanavond? Ja, geweldig. Was het gepland om te komen? Nee. Nou ja, vanavond zeiden we ineens van, nou, we gaan even kijken. En het is leuk. Wat maakte dat u bleef staan? Nou, eigenlijk hoop ik dat er hierna nog wat komt wat ik wel mooi vind. Nou, dan komt waarschijnlijk genoeg dit festival wat u al mooi vindt. Nou, succes, doorbijten nog even dan. Ja, ik hou nog wel even vol. I just moved here 1 week ago, Amsterdam. It's like an amazing city. This is like an incredible thing to experience. Your integration course starts now, actually. Yeah, exactly. I feel like it does. It does. Yeah. This doesn't happen in Australia. I'm from Australia. And now I'm going to be Dutch. Soon Dutch. Komt u vaker nog, deze festival? Absoluut. Ja. Het is toch heerlijk om in de open lucht ervan te genieten.